Welkom bij het DVO Accountor Weekjournaal, aflevering 2, seizoen 2015-2016. Met in deze aflevering het wedstrijdverslag van de wedstrijd DVO Accountor tegen Fortuna. We praten met de DVO vertrouwenspersonen. We hebben een gesprek met Jos Rozenboom in zijn functie als voorzitter van de scheidsrechterscommissie. En we hebben het wedstrijdverslag van de wedstrijd DVO Accountor tegen DOS 46. En we beginnen het weekjournaal deze week met het wedstrijdverslag van de wedstrijd tegen Fortuna in Delft. De ploeg van Gerald en Michiel moest de rust zien te bewaren en kijken wat er te halen viel. En DVO begint goed. We zagen Janine net de 2-3 scoren en in de volgende aanval scoort Romy de 2-4. Bij 6-8 staat dat gaatje van 2 nog steeds, als Fleur er zelfs 6-9 van maakt. Net als vorige week hebben al snel alle DVO-meiden gescoord. Een oude bekende, Jessica Lokhorst, maakt nog wel 7-9. Maar Janine met alweer haar derde doelpunt en Romy met een vrije bal zette DVO op 7-11. Bijzonder, 8 van die 11 goals waren er een van een dame. Fortuna neemt snel een time-out, want de ploeg die bekend staat om de vele rebounds heeft er daar zeker aanvallend te weinig van. Maar DVO gaat door, Saskia aan de bal, zij kwam voor Dan Lin en na een mooie doorbraak van Marvin kan Dennis de 9-14 binnenprikken. En Dennis is zuiver in deze fase, want in de volgende aanval zet hij het verschil zelfs op 6, de stand is dan 9-15. Met rust is het 11-16 en het ziet er goed uit voor DVO als Fleur hier met een mooie doorloop de 11-17 maakt. Maar dan voert Fortuna een tactische omschakeling door. Nadat Tom Kalkman 13-17 scoort, gaat Tim Heemskerk van het veld. Bij het volgende fluitsignaal komt hij er in het andere vak weer in voor Daan Preuninger. En bij zijn eerste schot is het dan gelijk raak, 14-17. Preuninger kan er dan in het andere vak weer in en zo heeft Fortuna binnen no time beide spitsen van vak verwisseld. Die zet die pakt goed uit, want Heemskerk schiet ook in de volgende aanval raak. Natuurlijk wordt er gezocht naar Heemskerk, maar die past Lokhorst goed vrij en zij benut de korte kans. 18-18. Maar de koek is nog niet op bij Fortuna. Nu is Preuninger aan de beurt. Na eerst een doorloopbal en dan een schot staat Fortuna opeens voor met 20-18. Brent maakt zijn Korfbal League debuut, maar hij kan het tij ook niet keren, want hier is weer Heemskerk en dan is het opeens 22-18. 11 goals van Fortuna tegenover 1 van DVO. Hoe is het mogelijk? Toch geeft DVO niet op, Marijn zet de boel met een bijzondere poging weer op de rails, zoals het een echte aanvoerder betaamt. En hij maakt met deze bovenhandse doorloopbal zelfs gelijk, 23-23. Nu lijkt DVO weer de beste papieren te hebben. Fleur schiet van afstand de 23-24 binnen. Die wordt onschadelijk gemaakt door Heemskerk, maar dan is het weer Marijn die DVO op voorsprong zet. Met haar enige goal van de wedstrijd maakt international Mirjam Malta dan gelijk. En wie anders dan Tim Heemskerk scoort dan de bevrijdende 26-25. Hij is dan na zo'n moeizaam begin toch de man van de wedstrijd. Hoewel er nog wat tijd is, wordt er niet meer gescoord in de wedstrijd in Delft en incasseert DVO dus weer een nipte nederlaag. En we gaan verder met vertrouwen, want Wim Verwij en Saskia Rozenboom zijn de vertrouwenspersonen bij DVO. Wim is dat al een poosje en Saskia is als vertrouwenspersoon nieuw. Reden voor het weekjournaal om eerst maar eens te vragen wat een vertrouwenspersoon eigenlijk is. Nou, een vertrouwenspersoon houdt enkel in dat als mensen iets hebben binnen een vereniging, in dit geval DVO, dat ze bij ons kunnen komen. En als ze problemen hebben, als ze dingen vreemd vinden, als ze dingen niet goed vinden en problemen met trainers of met spelers en wat dan ook, kunnen ze altijd bij ons komen om dat te komen vertellen. Saskia Rozenboom, ook van de vertrouwenscommissie, maar jij bent nieuw, vertel eens. Ja, nou ja, ik ben inderdaad nieuw. Bianca heeft een hele poos dit werk gedaan en die was toe aan wat anders. En toen ben ik benaderd of ik dit wilde doen. Dat vind ik een mooie uitdaging. Er kunnen kleine pesterijen zijn die heel groot kunnen worden. Er kunnen oneenigheid zijn. Er kunnen mensen die zich buitenspel voelen. Er kunnen mensen zijn die zich op een of andere manier toch betast voelen. Of op een of andere manier vreemd benaderd voelen. Maar er kunnen kinderen zijn, er kunnen volwassenen zijn, er kunnen ouderen zijn. Er kunnen ook mensen zijn die dingen zien. Bijvoorbeeld die achter de bar staan of als trainer of als begeleider. En ook al die mensen die kunnen vragen bij ons stellen van wat moeten we ermee? Of ook als tip van hoe kan ik dit het beste aanpakken? Of hoe kan ik voorkomen dat mensen misschien
verdachte gedachten hebben of dat soort dingetjes. Daar kunnen ze allemaal mee aankomen. Wat kun je vertellen over jouw link met het vak of met deze vacature, met vertrouwenspersoon zijn? Nou, er zijn een paar links. Ten eerste heb ik hier zelf ook een poos actief gekorfbald in de selectie. Dus ik weet wel hoe het werkt binnen de club. En ik werk als fysiotherapeut op een jeugdafdeling waar ik veel psychosociale problemen zie en veel een luisterend oor ben. En ik ben voorzitter van de ondernemingsraad op de Hoogstraat, waar ik veel vertrouwelijke dingen te horen krijg en waar ik goed moet bedenken hoe ik daarmee om moet gaan. En dat soort dingen kan ik natuurlijk allemaal gebruiken binnen deze functie. Ja, je bent net zeg maar in functie, maar heb je enig idee van waar je mee te maken krijgt? Nee, het kan heel veel zijn. Het kan echt alle kanten op. Alles wat bij mensen dwars zit, waar ze over willen praten. Even een luisterend oor, even een vraag wat ze ermee moeten. Of echt wel wat serieuzere dingen, waar ook echt iets mee moet. Het kan echt van alles zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er gaat komen. En soms is er niks en soms is er heel veel. Ja, we gaan het wel zien. In principe gaan wij niet een oplossing bedenken. Wat wij doen met de persoon, dan noemen we bijvoorbeeld de melder. Dan gaan we mee kijken van, jij komt met dit verhaal aan. Wat kunnen we ermee? Wat zouden wij ermee kunnen doen? Nou, dan gaan wij niet naar de ouders toe of naar de trainer toe. Zeg, weet je zus of zo. Nee, we gaan heel bewust met de melder, de persoon die bij ons geweest is, kijken wat we het beste zouden kunnen doen. Van, we gaan toch met elkaar een gesprekje aan met je trainer. Of we gaan met elkaar een gesprekje aan met die en die persoon. Maar altijd in overleg met de melder. Nooit, we doen nooit iets uit onszelf. Mocht de zaak zo ernstig zijn, ook dan overleggen we met de melder. Maar dan gaat het ook naar bestuur. Dan zijn er twee mensen binnen bestuur die aanspreekbaar zijn hiervoor. En die dan ook de situatie gaan bekijken. En weer overleg met de melder hoe we dat verder aan kunnen pakken. Nou, ben jij samen met Wim, ben jij vertrouwenspersoon. Is het nou ook zo dat jullie altijd alles samen doen? Ja. Eigenlijk, iemand kan mij natuurlijk in mijn eentje aanspreken aan de bar of weet ik het waar. Maar uiteindelijk bespreek ik alles wel met Wim. En zijn we echt met z'n tweeën de vertrouwenscontactpersonen. En hebben we altijd ruggespraak met elkaar om te bepalen wat de beste route is. Hoe zit het eigenlijk met vertrouwen? Zijn jullie te vertrouwen? Want ja, DVO, leuke club, gezellig met elkaar. Hoe zit dat? Ja, dat is ook soms wel eens lastig. Je kent een hele hoop mensen en je weet ook dat een heleboel mensen met elkaar contacten hebben. Maar mensen kunnen er 100% van uitgaan dat je te vertrouwen bent. Nee, het kan wel lastig zijn, maar dat is gewoon je taak. Dus dan hou je daaraan. En ik denk altijd, als dat op dat moment jouw functie is, dan hou je gewoon je klep. En dan bespreek je het daar waar het de bedoeling is. Jullie zijn intern twee vertrouwenspersonen van DVO, maar is er ook samenwerking met andere partijen? Ja, we werken onder andere samen met NOC en NSF. En daar kunnen we ook altijd naartoe bellen. Ook helemaal anoniem. Dus je hoeft niet te weten wie we zijn, welke vereniging we zijn. Die kunnen we altijd inschakelen. Dat zijn professionals. Als we vragen hebben, het ligt zo gevoelig dit onderwerp. Hoe kunnen we dit aanpakken? Welk advies heb je voor ons? Ook andere verenigingen die kunnen we benaderen. Maar ook verenigingen benaderen ons. Omdat wij toch al vrij lang, ook als korfbalvereniging, vertrouwenscontactpersoon hebben. En onze kracht is ook zeker dat wij zowel man als vrouw hebben als vertrouwenscontactpersoon, wat heel prettig werkt naar de melders toe. Mocht je een vertrouwenspersoon nodig hebben, kijk dan op de DVO-website. Daar is alle informatie over hoe je Wim en Saskia bereikt te vinden. Over naar het volgende onderwerp, scheidsrechters. Echt geliefd zijn ze nooit en de ene is natuurlijk beter dan de ander. Maar nodig zijn ze altijd, want zonder scheidsrechters geen wedstrijden. En DVO heeft al jaren te weinig scheidsrechters. Dus de scheidsrechterscommissie is hard aan het denken wat ze daaraan kunnen doen. Die commissie heeft sinds deze week een nieuwe voorzitter en dat is Jos Rozenboom. En aan hem eerste vraag, waarom is hij eigenlijk voorzitter van de scheidsrechterscommissie geworden? Nou ja, ik ben daar vorige week voor gevraagd door Erik. En ik was daardoor verrast, maar het probleem dat sprak me wel aan. Want als club betalen wij een hoop geld en hebben we wel eens jaren dat we ook teams punten in mindering krijgen. Omdat wij te weinig scheidsrechters leveren. En vorig jaar was die min redelijk te overzien, waardoor we alleen iets geld moesten betalen. Nog wel steeds €1500, maar als we het hebben over hoe dit seizoen gaat, dan zouden we meteen tekenen voor €1500 en koersen we ook af op gewoon weer minpunten volgend seizoen. En boetes, Erik schreef het al op de site, van richting de €10.000. Dus dat probleem, dat is wel urgent en dat sprak me ook wel aan om daar mijn schouders onder te zetten met alle anderen. Erik, vanuit het bestuur heeft jou gevraagd voor die functie. Ja, dat is leuk, jouw vragen. Maar hoe ga jij dat dan oplossen?
Nou, dat ga ik niet in mijn eentje oplossen. Het is, ja, we doen het natuurlijk met z'n allen, met de scheidsrechtscommissie en de scheidsrechters. En ja, ik in de scheidsrechtscommissie. Ja, mag ik daarin mijn steentje bijdragen? Maar even concreet, wat zou een oplossing kunnen zijn? Ja, heel simpel, er moeten meer scheidsrechters bij. Maar heb je een idee over hoe dat dan aangepakt moet worden? Nou, dat is een heel lastige vraag. Want dat hebben natuurlijk heel veel mensen al eerder geprobeerd. Maar het is nu eigenlijk in kaart brengen van hoeveel geld, hoeveel hebben we eigenlijk precies tekort. Welke mensen hebben we eigenlijk allemaal de afgelopen jaren in ons bestand staan? Hoe kunnen we die weer mobiliseren? Er zijn de afgelopen jaren ook wel dingen gebeurd in het opleiden van scheidsrechters. En dat levert ook wel zijn vruchten af. Nu voor de wedstrijden die wij zelf moeten fluiten, voor de brede teams. Want eigenlijk heb je twee problemen. Je moet gewoon je eigen wedstrijden bemensen. En in het wedstrijdkorfbal moet er een neutrale scheidsrechter zijn. Nou, dat is dus waar we het over de boetes hebben, omdat we daar tekort schieten. Dat brede korfbal gaat goed, maar het duurt even voor die mensen natuurlijk doorstromen als ze dat al willen naar het neutrale wedstrijden fluiten op ander terrein. Maar ja, goed, oké. Iedereen wil korfballen bij DVO, maar kennelijk wil niemand scheidsrechter worden. Of althans niet genoeg. Te weinig. Ja, en het is ook een beetje pech. Het leek redelijk goed te gaan. Eigenlijk aan de vooravond van dit seizoen zijn er wat mensen afgehaakt. Waardoor er in één keer een gat geslagen werd in het aantal fluitisten. En bij DVO kunnen we goed korfballen blijkbaar. Want we hebben veel wedstrijdteams. Tot en met het zesde is wedstrijdteam. Nou ja, en bij de junioren aspiranten loopt het ook door. Groep wedstrijdteams, nou dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar op basis van het aantal wedstrijdteams in de competitie moet je scheidsrechters leveren. Dus die druk is aan die kant ook heel erg hoog. Maar heel veel druk en noem het allemaal op. Maar dit is ook niet een probleem wat dit seizoen al opgelost is. Of wel? Nee, dat kan zelfs bijna niet. Omdat je als scheidsrechter net als speler verbindt je eigenlijk aan de club. Dus het is niet zo dat de scheidsrechter nu al voor een andere club fluit ineens voor ons zou kunnen fluiten. Wat wel kan is natuurlijk scheidsrechters die niet fluiten, rustende scheidsrechters. En beoordelaars ook. Want een beoordelaar telt hetzelfde als een scheidsrechter. Dus mocht een DVO-lid het filmpje zien en denken van ja, ik heb lang gefloten, veel plezier aan beleefd. Maar nu voel ik me daar te oud voor. Ik wil niet zeggen dat hij dat dan ook is. Wellicht kun je beoordelen. Want dat levert ook gewoon punten op voor de club. Ja, oftewel, ja, ik wou eigenlijk zeggen van joh, hè, jij bent Jos Rozenboom. Als iemand het kan vragen, dan ben jij het. Maar je deed het eigenlijk al. Maar toch nog één keer, kijk dan even in die lens en zeg het dan tegen die mensen dat ze zich bij jou, bij die scheidsrechterscommissie, moeten melden. Ja, wil je fluiten voor DVO bij andere clubs of wil je beoordelen? Meld het alsjeblieft. Het is een groot probleem. Het kost ons een hoop geld. We doen heel veel leuke, mooie dingen bij deze club die allemaal geld kosten en die ook leuke dingen opleveren. Maar als we moeten kiezen tussen bijvoorbeeld de kantine verbouwen, nieuwe ballen kopen of 10.000 euro aan boete betalen. Nou ja, dan heb ik liever niet dat we die 10.000 euro aan boete moeten betalen, maar dat we mooie dingen kunnen doen voor onze club. Straks praten we met Gerald en met Marijn over de wedstrijd. Maar eerst gaan we kijken naar het wedstrijdverslag van de wedstrijd DVO-Accountor tegen DOS 46. In de eigen DVO-Accountorhal moest DVO aantreden tegen promovendus DOS 46. Een mooie kans voor de eerste punten van het seizoen. Maar hoe anders zou het lopen? Het begin is stroef van beide kanten. Maar kort nadat jeugdinternational Maaike Steenbergen met een doorloopbal de score opent, gaat het los. Ook de volgende goal is van DOS, Marco Zegwaard. Ook hij komt uit voor Jong Oranje, maakt van afstand 0-2. DVO-Accountor dan op zoek naar de eerste treffer. Marvin zorgt met dit schot voor 1-2. In de beginfase weet DVO-Accountor nog bij te blijven. Marvin met een goede doorbraak en een slimme bal op Dennis die het korte kansje benut. 3-4 is dan de stand. Maar DOS komt op stoom en het grote talent Harjan Visser schiet dan de 3-6 binnen na een goede actie van Zegwaard. DVO-Accountor stribbelt wel tegen, maar geeft verdedigend te veel ruimte weg. Loes Blaquière kan zomaar uit stand aanleggen. En dan is het 6 tegen 10 en wordt Bob al gebracht voor Dennis om Zegwaard te beheersen. Doet DVO-Accountor dan niets goed? Natuurlijk wel. Zo maakt Marijn bijvoorbeeld met dit mooie afstandsschot 7-11. Maar dan staat Blaquière weer in de aanval en dan laat ze zien waarom ze jeugdinternational is. Eerst maakt ze 7-12 en dan maakt ze 7-13. Zij leidt DOS 46 naar de comfortabele 8-14 ruststand
en gaat na de thee gewoon weer verder. Hier is het al 8 tegen 16. Gerald en Michiel proberen met wissels nog wat te forceren en even lijkt er ook wat te gebeuren. Dan Lin staat pas net in het veld en schiet gelijk al raak. 12-20 is dan de stand en later maakt ze ook 14-21. Fleur, die het heel erg lastig had tegen Steenbergen, schiet dan van achter tegen de korf raak voor 15-21. En Marijn brengt het gat zelfs nog even terug tot 5, maar verder laat Dos het echt niet komen. Maaike Steenbergen beslist definitief de wedstrijd door 2 keer af te drukken. Dit is de 17 tegen 24 en dit de 17-25. In de slotfase loopt Dos nog verder weg en DVO-accountor incasseert uiteindelijk de grootste thuisnederlaag sinds het speelt in de Korfbal League. We kunnen hier lang en kort over praten en ik heb niet heel veel verstand van korfbal, maar jullie zijn gewoon afgedroogd vandaag. Uiteindelijk wel, ja. Hoe komt dat? Goed, ik denk dat het komt in de eerste helft lopen we een beetje achter de feiten aan, omdat we niet goed aanvallen. Ik denk te veel paasfouten. We komen gewoon niet echt in ons aanvallende spel. Volgens mij was het 8-14 met rust, als ik het goed heb. Die 14 is ook iets te veel, maar goed. Dus ik denk dat als je meer scoort, zij er ook minder maken. In de tweede helft ga je eigenlijk beter aanvallen en dan heb je het gevoel dat je terugkomt, een klein beetje. Het gaat een beetje leven in de zaal, maar ja, op dat moment verdedig je gewoon eigenlijk niet, denk ik. Schieten zij over alle schijven raak en dan ben je kansloos. En dan aan het eind dan, is het nog heel erg balen dat je het ook nog eens laat lopen. En dat zij nog naar de 10 verschil gaan, 12 verschil. Dus dan word je inderdaad afgedroogd. Ik denk niet dat het de hele wedstrijd zo was, maar... Ja, want inderdaad, de eerste helft, dat was nog te doen. Je kan dan uit die kleedkamer terugkomen en komen en gewoon huppakee, die bal ligt dan opeens andersom. Maar dat gebeurde niet. En wat je zegt, in de tweede helft leek het dat jullie terugkwamen. Toen gingen de hun een aantal keren mis en dan laten jullie toch vallen. Ja goed, we komen ook niet goed uit de rust. Dat was 8-14, daarna 8-16. Dan moet je al een gat van 8 goed maken. Nou, dat kan gewoon in de league, de schotklok. En we waren daar even mee bezig, maar dan moet je zo'n gat goed maken, dan moet je echt heel top aanvallen. Nou, wij gingen beter aanvallen, maar niet alles raak. En we gaan toch weer scoren. Hebben eventjes een dipje en pakken daarna de draad weer op. En dat is gewoon door ons matige verdedigen. En aan het eind laat je het helemaal lopen. Gerald, is een normaal een beetje mijn eindvraag, maar ik begin er nu mee. Komt dit nog goed? Ja, zeker wel, maar het is wel ontluisterend dat we natuurlijk vandaag zo afgaan. En met name als je dan kijkt hoe we de eerste helft door zijn gekomen. Probeert plan te wijzigen gedurende de tweede helft. We hebben een heel zuiverschietend DOS tegenover ons. En wij komen er niet aan. Ja, over zuiverschieten, want aan het begin van de wedstrijd dacht ik nog... DVO heeft weer pech, hij wilde weer steeds niet in en zo. Maar bij hun ging het eigenlijk allemaal, hij ging er gewoon steeds in. Nou ja, goed, het is ook een stukje wilskracht en een plan wat we dan hebben. En de rebounds, er hadden veel meer rebounds als wij. En ze konden blijven herhalen. En wij waren onrustig in onze schieten. Maar je zit dan op een gegeven moment in die eerste helft, dan ga je de kleedkamer in. Ja. Dan, met een achterstand, oké, maar dat is nog misschien om te buigen, toch? Ja, ik denk dat we een hele heldere bespreking hebben gehad in de pauze. Alleen dat plan lukt ook niet. En dan moet je al heel snel gaan ingrijpen. Om aan één kant te kijken hoe ga ik meer rebounds winnen, hoe ga ik mijn schotkracht omhoog brengen en hoe ga ik het verdedigend in 1-1 beter doen. Nou, dat zijn best wel heel veel zaken in één wedstrijdje. Wat is hier nou de oorzaak van? Ja, moeilijk. Ik vond dat we zaterdag echt goed stonden te spelen tegen Fortuna. Het is blijkbaar zit er zo'n druk toch wel op dit soort wedstrijden waar veel spelers van DVO bij Jong Oranje staan, aan de andere kant bij DOS ook. En je ziet dat daar blijkbaar ook een machtspelletje wordt uitgevoerd. En daardoor komt veel te veel in 1-1 uit. En blijven onvoldoende als team spelen. Dus oorzaak tussen de oren en niet tussen de handen? Dat is wat makkelijk. In de handen was het vandaag ook niet goed. Dan hadden we beter geschoten. En ik denk dat het ook van belang is. Maar ook het steeds de selectie naar het moment. Hoe ga jij er nu voor zorgen dat je ze toch zo oppept dat ze die volgende wedstrijd wel goed aanpakken? Nou ja, gewoon weer laten inzien van wat we kunnen. En van die kwaliteit uitgaan. En ongeacht wat de andere tegenstander is. Want daar gaat het uiteindelijk om. Minder kwaliteit, de keuzes maken. En dan gaan we, dat is het. En tot zover deze aflevering van het DVO Accountor Weekjournaal. Aflevering 2 zit erop. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En heb je een leuke nieuwstip? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar weekjournaal@dvo-korfbal.nl. Wat mij betreft, tot volgende week.